Groot nieuws in de even fascinerende als duizelende wereld van de getallen. De wiskunde. Een van de 7 millennium problems, in het jaar 2000 geformuleerd door het Amerikaanse Clay Mathematics Institute, is misschien opgelost. De Navier-Stokes-vergelijking, dat is een wiskundeformule waarmee je stroming van gas en vloeistoffen, van allerlei gassen en vloeistoffen, kunt beschrijven. Water, lucht, stroming van water om schepen, lucht om vliegtuigen. De Riemann-hypothese die gaat over de afwijkingen in de verdeling van de priemgetallen. Ja. En dat heeft Riemann bedacht in 1859. Dat is een heel eerbiedwaardig probleem. Ja. Want nou, in 2000 hadden we die Clay-problemen, die door een commissie zijn samengesteld. Maar 100 jaar eerder hadden we niet voor het millennium, maar voor de eeuw hadden we de 23 Hilbert-problemen. Ja. En deze Riemann-hypothese, dat is de enige die op beide lijsten staat. Kijk, als je buiten schaatst, dan heb je soms een beetje last van de wind. Dat hoort erbij. Maar als je binnen schaatst, zoals in Sochi, moeten de omstandigheden eigenlijk voor iedereen gelijk zijn. Maar onze jongens zijn bang dat er straks in Rusland wordt gerommeld met de ventilatiesystemen. En dat de Russen dus altijd de wind in de rug hebben. Nou zou het dus in de praktijk kunnen, op het moment dat Sven Kramer moet schaatsen, dat is standje 2. En als Kobrev komt, dat ze dan zeggen, doe maar even standje 9,5. Ja, dat kan heel goed, ja. Ja, dat is gewoon, met de blowers is dat mogelijk. Dat is toch vals spel, of niet? Daar staat niet iemand van het Olympisch Comité staat daarbij om dat te controleren. Deze week gaat in Berlijn de lang verwachte film The Monuments Man in première. Met onder andere George Clooney, Cate Blanchett en Matt Damon. De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een van de grootste kunstroven uit de geschiedenis. Het plunderen door Nazi-Duitsland van beroemde kunstcollecties. De Monuments Men waren een groep geallieerden bestaande uit kunsthistorici, museumdirecteuren en curatoren die aan het eind van de oorlog aan de Europese frontlinie werkten om in opdracht van president Roosevelt de belangrijke culturele gebouwen te beschermen en de door de nazi's geroofde kunst op te sporen en terug te geven aan de rechtmatige eigenaren. Aan tafel Wim Pijpers, directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam. Die Monuments Men die zaten dus in het vuur van de strijd, trokken soms ook voor de troepen uit omdat ze al wisten dat er op hele kritieke punten, kunstdepots waren. En ja, dan was het zaak om dat buiten schot te houden en veilig te stellen. Het was een ontroerend bericht van barmhartigheid in de krant deze week. Het ging over de liedjes die niemand wil horen. Het zit zo. Van de 20 miljoen nummers, pop, jazz, klassiek, die te vinden zijn op de muziekdienst Spotify, en dat is zo'n beetje alles wat er ooit op de plaat is gezet, zijn er 4 miljoen nog nooit aangeklikt. En daarom is Spotify voor die 4 miljoen arme nummers nu Forgotify opgericht. En daar staan ze nu vrolijk bij elkaar, hopend op een tweede leven. Ik ben gaan verzamelen. Ik ben een eigen platenlabeltje begonnen om het dan uit te gaan brengen.